Hallo mensen van 1, 2, 1, euro. En welkom bij een nieuwe, hele korte tentamenvlog. Jullie zullen wel denken van, je hebt toch geen tentamenvlog? Dat klopt. In deze video ga ik je laten zien wat ik moet leren voor morgen. Je hebt een boek naar de lam. En wat moet ik leren? Een persoonlijke brief. Dat is niet een enige hoor. Hier staat een voorbeeld van een regelwet. Twee regelwet, één regelwet. Dat moet ik allemaal weten. Hoe ik zo'n brief krijg. Het uiterlijk is belangrijk. Dus je moet twee regels sturen. Zo. En als ik de bladzijde omdraai, dan komt een zakelijke brief. En die ziet er zo uit. Dat is net een beetje anders. En ik moet rekening houden met de handtekening. En de postcode van waar ik erin stuur, dat moet bovenaan. En onderaan moet je eigen adres. Dat is een zakelijke brief. Maar het kan ook zijn dat ik een e-mail moet schrijven. En dat doe je zo. Dus, je weet van tevoren niet welke je moet schrijven. Een e-mail, een persoonlijke brief of een zakelijke brief, dat weet je niet. Dus, ik moet even goed weten hoe je alles doet. Je krijgt een papier met een opdracht en je krijgt anderhalf uur de tijd en je moet maar zorgen dat je hem goed inlevert en dat is wens mijn succes. Nee hoor, dat hoeft niet, grapje. Maar dit is heel moeilijk. Bedankt voor het kijken. Liken, abonneren en tot de volgende keer. Doei! Vergeet het duimpje niet! Vergeet het duimpje niet! Vergeet het duimpje niet! Vergeet het duimpje niet!